Er zitten hier heel veel gasten, die zullen jou niet zo misschien niet kennen. Maar alle Dedenstraters die kennen jou zeker. Michael van Marle is 6 jaar lang voorzitter geweest van de Dedenstaria. Dus die heeft deze week georganiseerd. En niet alleen deze week organiseert de Dedenstaria, maar Michael is ook voorzitter van de promotiestichting Dedenstaria. Daar gaat hij ook afscheid van nemen. Ik weet niet wat hij in de toekomst gaat doen, maar hij houdt heel veel tijd over. Dat weet ik in ieder geval. Ik sta hier namens de Dedenstaartse Middenstandvereniging. Als middenstandvereniging hebben we heel veel waardering gehad, en dat hebben we nog steeds voor de Dedenstaria uiteraard. En we hebben altijd heel veel contact gehad met Michael de afgelopen jaren en dat was altijd naar volle tevredenheid. Ik weet allemaal nog dat we 6 jaar geleden tot onze verrassing hoorden dat een zekere Michael van Marle voorzitter van de Dedenstaria zou worden. Toen zei iedereen van, dat is toch dat eigenwijze mannetje, of niet? Daar zeg ik niks verkeerds mee hoor, dat is goed bedoeld. We ontdekten al snel dat hij niet alleen eigenwijs, maar ook wijs, heel oprecht, goed voor zijn zaak stond, de juiste mensen wist aan te trekken en ook niet te beroerd was om zelf de handen uit de mouwen te steken. En daar hebben we heel veel waardering voor jou en we vinden het eigenlijk heel erg jammer dat je afscheid neemt. Namens de middenstand, hartelijk bedankt voor wat je gedaan hebt. Bij deze handdruk hoort een cadeautje. En we dachten van, wat zullen we Michael nou meegeven? We hebben hem gisteren een mail uitgedaan aan alle winkeliers in het dorp. En gevraagd aan hun om een cadeautje voor jou te maken. Dus dat krijg je mee. En er zitten hele leuke dingetjes bij. Je kunt uit eten, je kunt dingen kopen, noem maar op. Koek eten, ik weet het allemaal niet. Dus de komende week kun je prima daarmee vermaken. Ik wil graag een heel groot applaus voor Michael van Marle.